Op dit moment wordt er bij Musea Brugge in het Groningen Museum onderzoek gedaan naar Jan van Eyck's Madonna met kanunnik Joris van der Palen. Dat is een van onze absolute topstukken van onze collectie en het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen. Zij gebruiken hun macro-röntgenpoeder-diffractiescanner. Dat is nieuw natuurwetenschappelijk onderzoek naar dit schilderij. Jan van Eyck is een van de belangrijkste Vlaamse primitieven. Samen met Rogier van der Weijden en Robert Campin is hij echt een van de grondleggers. De Vlaamse primitieven zijn bekend om hun detailrealisme en hun fantastische kleurengebruik. En ook in het schilderij van Jan van Eyck zie je dat enorm goed. In het Groningen Museum hebben wij twee schilderijen van hem. Het portret van Margaretha van Eyck, zijn echtgenote, een heel intiem portret. En dit schilderij van Madonna met kanunnik Joris van der Palen. Dat is het tweede grootste schilderij wat van hem bewaard is, na het Lam Gods. Kanunnik Joris van der Palen wist dat zijn einde naderde en hij wilde zeker zijn dat hij herinnerd ging worden. Hij heeft het op een grondige manier aangepakt door dat grote schilderij te bestellen en dan ook naar bij de meest prominente kunstenaar van dat moment. Het kenmerkt zich door de prachtige details die daarin zitten. Het is werkelijk een genoegen om ernaar te kijken, omdat je steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Het gaat van prachtige stofuitdrukking, van bijvoorbeeld bont, tot mooie tapijten, tot de huid van die oude man met al zijn rimpels, tot mooie reflecties in de harnassen. Dit schilderij heeft altijd de mensen geboeid. Zolang we kunnen teruggaan in de bronnen, weten dat mensen hiermee bezig zijn geweest. Het is dan ook al heel veel onderzocht. En daarom vraag je je misschien af, weten we niet alles al? Maar dat is dus absoluut niet zo. Door nieuwe technieken, door nieuwe manieren van onderzoeken, door nieuw historisch onderzoek, maar ook natuurwetenschappelijk onderzoek, ontdekken we steeds meer over onze schilderijen. En we willen dat ook weten. We willen er steeds dieper op induiken. De reden waarom we naar dit schilderij in detail willen kijken met een nieuwe techniek die relatief recent is ontwikkeld, is dat we geïnteresseerd zijn in de degradatie van pigmenten, de pigmenten die Jan van Eyck gebruikte, en ook in de wijze waarop Jan van Eyck die pigmenten heeft gebruikt, want het is natuurlijk een grote innovator geweest wat betreft schilderkunst. De methode die we hier gebruiken, hebben we zelf ontwikkeld, heeft een lange naam, namelijk macroscopische poeder-X-straaldiffractie. En de reden waarom we speciaal deze methode gebruiken, is dat we op heel specifieke wijze daarmee het ene van het andere chemische verbinding kunnen van elkaar onderscheiden. Dus met een aantal andere methoden die we gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld overal in het schilderij gaan zien waar zit er koper. Hè? Dat is meestal in de groene en blauwe gebieden. Met X-straal poeder-diffractie kunnen we eigenlijk gaan zien in welke specifieke verbinding dat koper in zit. Want sommige koperverbindingen zijn groen en andere zijn blauw. En als ze verkleuren, dan worden ze zwart. Dus het is wel relevant om te weten juist welk chemisch species waar aanwezig is. Onze scanner die maakt gebruik van een X-stralenbron die uit een zeer fijne bundel van X-stralen uitzendt. Deze X-stralen die vallen in op een punt van het schilderij en in die punt interageren deze X-stralen met de kristallen in de verf. En de resulterende diffractiestraling wordt vervolgens opgevangen door onze diffractiecamera. Verf bestaat typisch uit zeer fijne kristallen. Bijvoorbeeld de blauwe kleur die in het schilderij hier aanwezig is, is vermoedelijk van ultramarijn. Dat is van mineralogische afkomst, dus bestaat uit kristallen. Nu, wanneer X-stralen invallen op fijne kristallen, worden deze gediffracteerd, waardoor er een uniek patroon ontstaat voor elk type van kristal. Aan de hand van het unieke patroon dat we verkrijgen, kunnen we de verschillende pigmenten, de verschillende verfmaterialen gaan identificeren. Maar ook de ongewenste reacties die optreden doorheen de eeuwen, waardoor de pigmenten bijvoorbeeld kunnen verkleuren, zoals het geval van het rode dat kan verdonkeren naar zwart, wordt er vaak een nieuwe chemische component gevormd. En in het geval dat deze kristallijn is, kunnen we deze ook met de techniek gaan onderzoeken. Aangezien die fractie van nature een weinig gevoelig proces is, moet er dus lang gemeten worden om een goed resultaat te bekomen. Per punt wordt er zo'n 10 seconden gemeten, wat betekent dat een gebied van 10 bij 10 centimeter zo'n 15 uur in beslag neemt. In totaal zullen we hier met onze scanner zo'n 2 weken aanwezig zijn.
en dat is niet voldoende tijd om het hele werk te meten. Dat betekent dus dat we op voorhand goed moeten nadenken over welke gebieden de meest interessante informatie bevatten. We kunnen tijdens de meting al een eerste indruk krijgen van de resultaten. We kunnen de meting live opvolgen. Maar de resultaten zelf in detail bekijken, waarbij we de patronen die we opnemen gaan vergelijken met de referenties die in een database zitten, vergt meer tijd. En daar hebben we na de meting zelf nog voldoende tijd voor nodig om uiteindelijk de beelden van de verdeling van de pigmenten te kunnen geven. De metingen op Van der Palen zijn een interessant moment omdat het een aantal vragen uit verschillende onderzoekslijnen samenbrengt. Specifiek voor dit werk van Van Eyck hebben we een drietal vragen. Dat zijn de welke pigmenten, welke materialen zijn nu specifiek voor Van Eyck? Welke degradatiefenomenen zijn daarmee verbonden? En tenslotte, welke overschilderingen zijn er? Dus welke lagen zijn origineel van Eyck en welke zijn later toegevoegd? En met onze nieuwe poederdiffractiescanner kunnen we als nooit tevoren een antwoord formuleren op die vragen. Bij Musea Brugge zijn we altijd bezig met onze collectie. We willen altijd onze collectie onderzoeken en nieuwe gegevens naar boven halen over onze collectie en de kennis zo vergroten. Dat is een van onze belangrijke taken als musea. Natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden kunnen ons daar heel goed bij helpen. En we hopen dan ook dat dit nieuwe resultaten oplevert. En we kunnen dan ook eigenlijk niet wachten om de resultaten van dit onderzoek te kennen.